Nog twee wins nodig om naar de volgende seed te gaan. En deze tegenstander heeft een fucking goed team. Dit wordt lastig, dit wordt zwaar. Dit wordt moeilijk. Maar we gaan ons best doen. Hij heeft wel een Chicago Bulls logo, dat wil ik ook nog. Hij heeft Derrick Rose, die wil ik ook nog. Hij heeft een heel Bulls team, krijgt nou wat. Hij heeft gewoon de starting Bulls, behalve Dang, want die zit echt weg. Hij heeft gewoon Rose, Butler, Boozer, Noah. Welcome everyone. This is what you've been looking for. The NBA on 2K Sports. This is Kevin Harlan. Dit wordt moeilijk, jongens. Dit wordt heel moeilijk. Here we go. We winnen de tip. Zien wat we kunnen doen. Gaat hij veel reach of gaat hij normaal spelen? Ugh. Lijkt wel een normale tegenstand te zijn. Hij gaat niet overdreven reachen. Eens kijken of wij de eerste punten van de wedstrijd kunnen pakken. Dat zou natuurlijk tof zijn. Oh, nou gaat hij reachen. Krijg nou wat. Oh. Pierce met een open schot. Kom op. Ah, kom op Pierce. Hij mist ook zijn eerste schot. Smith, open, excellent release, eindelijk de eerste punten. Wat een slome start. Jesus. Oh, wat de? No! Ik wil pump faken, ik wil niet schieten, doe normaal. Vandaar ook die very early release, dat was geen schotbedoeling. Oh my gosh. Reach and foul. Pak de fout hem op met Roos, ik vind het niet erg. Curry kicks to Love. The feet to Horford. Al Horford, kom op. Oh, wordt geblokt. Damn. Oppassen voor Mr. Noah. En daar is de pass to Heinrich. Hij heeft echt gewoon het hele Bulls team, man. De bank is ook gewoon van de Bulls. Kirk Heinrich. Damn, son. Hoeveel Bulls packages heb je daarvoor geopend? Maar het is lachend tegen een Bulls fan te spelen. Maar ik vind de Bulls zelf ook tof. Oh, damn. Alleen het punt met de hele Bulls is, ze hebben niet de beste schutters. Oké, Dunleavy is wel een beetje, ja, dat is jammer. Nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat goed zeg over de Bulls. Ze hebben heus al wat schutters erin zitten. Oh, maar dit is Darren Williams. Ah, we hebben tenminste de rebound nog. Oh, wie is daar? Inside. Oh, no! No, 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 no! Fucking! Kut! Oh, daar staat er iemand. Nou wil ik hier een stop hebben. Oké, dat was geen stop, dat was gewoon slecht verdedigd. Ik kwam er wel heel simpel op langs. This is major smash mouth basketball, guys. Love it. Old school. Just physical play in the paint. Dominate. Oh. Nee! Oh my gosh! Ik dacht dat dat wel kon, maar nee hoor. En weer easy punten voor hem. Ik speel zo slecht. Zo, zo slecht. Kom op. Laten we de post in gaan. Ah, kom op, waarom loop je weg daar? Jezus Christus, wat een domme Mongol actie. Hij stond open en dan gaat hij bewegen. Ik wou naar hem toe en schieten, maar nee.
Als ik weer punten laat liggen, als ik weer tegenpunten krijg, dan is het echt tijd voor een time-out, want het gaat heel slecht. Oh my god, Dunleavy. Hij mist een keer. Oh my gosh, waar ben ik mee bezig? Oh, Curry. Open. Netjes. 1 punt achterstand. We moeten gewoon rustig de tijd nemen met dat aanval en dan komt het vanzelf wel. Nou, als we hier weer een stop kunnen krijgen. Zo was dat. Goed bezig. Oh. No! Ik wil open, maar hij gooit hem gewoon tegen het lichaam aan. Midrange, dat was dom. Ik wou net weer eens te mooi doen hoor. Moet ik ook gewoon eens mee kappen. Dunleavy. Geef hem geen ruimte. We geven niemand meer ruimte. Oké, okay, hij kreeg ruimte. Ja, dat is dom. Waarom liep je mee, Paul Pierce? Je hoeft er niet mee te verdedigen. Had gewoon bij je man gebleven. Dan was er niks aan de hand. Got him. Al Horford on the basket. Netjes. We blijven in ieder geval met hem mee. Hopelijk kunnen we weer stop krijgen. Oh, Boozer die schoot. Schoot over Curry heen, maar niet raak. Oh, kom op, midrange. Netjes, J.R. Smith met de puntjes. Blok hem? Ah. Ik speelde toch wel redelijk defense daar, maar hey, soms gaan ze er gewoon in. Soms gaan ze er gewoon in. Kom op, doe het eens een keer. Pierce. Nice. Pierce kan het soms wel. Ik mis hem 9 van de 10 keer wel met hem. Maar hey, als hij raakt, dan is het toch mooi meegenomen. En zo open als hij daar stond. Oh, daar gaan we. J.R. Smith, dunk hem erin. Oh, bijna met Rose van midrange. Mist! Woe. Oké, volgende aanval voor ons. Oh, hij maakt de fout. We mogen gewoon 3 vrije worpen schieten. Maar ik zie me dit niet alle 3 raken eigenlijk. Dat is 1. Dat is 2. En oh, alle 3. Hoppakee. Al te graag. Oh, dat cheese, man. Dat Rose abuse. Late reaction from the defense, and he's always going to make good on that. Ja, ik wist dat hij ging reachen. Curry, open 3. Excellent release. Buckets. Oh. Maar Noah gaat als het goed is geen vrije worpen raken. Oh, is die wel een dikke Bulls fan? Die weet, kent hij de release? Dat is precies. Nee, dat is de eerste mis. En dat is de tweede mis. Ik wist gewoon dat het mis zou gaan. Oh, dit wordt easy points. Kevin Love met de slam dunk. Hij wil altijd met Rose naar binnen. Maar dat werkt niet, kerel. Dat werkt gewoon niet. Oh yeah. Uitbreiden deze leiding. 14 punten.
Hij probeert het ook alleen maar met Rose bijna soms. Blijven gewoon op hem gedekt. Boozer. No way. Zie je? Oh, dit wordt een oep. Dit wordt een oep. Dat voel je gewoon. Ah, waarom de lay-in? Kom op. Hij mist. En we hebben de rebound. Dat was een hartstikke moeilijke paas. Moeilijker dan nodig was. Kom op, Paul Pierce, doe het eens. Doe het eens, voor mij. Ah. Ik zweer je, ik moet echt niet te veel met Paul Pierce gaan schieten. Want ik mis veel te vaak met die gozer. Nou geven we makkelijke punten weg. Dus even weer wakker worden, jongens. Even weer normaal spelen. Weer zoals het moet. Al kan ik dit gewoon niet laten. En zelfs dat wordt gemist. Damn, son. Paul Pierce, kom op nu dan. Ook niet. Ik moet niet met Pierce. En toch blijf ik het altijd doen. Dat ik weet dat hij het wel kan. Dit bedoel ik. Ik geef mijn voorsprong nou weg. Waar ben ik mee bezig? Reach in, foul voor Noah. That's foul number two for him. Chicago making some changes. Ik wil eigenlijk Rose eruit hebben. Kom op, Rose, reach. Down comes in for J.R. Smith. And Deron Williams is subbed in for Steph Curry. Brown dishes to Love. Young. Oh, we hebben de rebound. Ik neem echt lelijke. Oh my gosh. Oh, we hebben gelukkig nog bal. Gallinari? Kan het ook niet. Ik weet niet wie. Wat ik moet doen. Oh, maar dit is open. Met de dunk. Eindelijk weer gescoord. Blah. Oh, damn. Die had ik niet helemaal verwacht eigenlijk. Oh, niet zo agressief, boy. Doe dat nog een paar keer met Rose, wil je? Hij doet het nog ook, volgens mij. Oké. Midrange, dat gaat er gewoon in. Oh, no way, bro. No way. Ah, dit. Waarom die bounce pass? Een normale pass was nog beter geweest. Wow, Rose is on fire geworden. Had ik niet verwacht. Oké, kunnen wij ook weer eens een keer een 3 krijgen? Alsjeblieft. Kom op, man. Excellent release. Kom op, ga er gewoon maar in. Netjes. Ik wil even zo min mogelijk schieten. Want mijn shots die vallen niet. En voor hem duidelijk wel. Oh, hij mist ook een keer. Ik dacht al dat het niet meer mogelijk was. Want hij had een aantal paar keer achter elkaar. Kom op dan, dit excellent release. Zoveel ruimte. Soms kan je het gewoon niet laten. En dit keer kwam het goed uit. Het was er voor me. Gelukkig. Oh no. Oh! Dat is een blok voor Rose. En de. Young dishes to Horford. Curl. Got him. Cast to Smith. Excellent release, Smith. Oh, wow, wow, wow. Oh! Wow, wow, wow. Wij hebben een keer de stealing cheese. Zien wat er. Oh, reaching met Rose, hè. Kom op, Pierce. Dankjewel.
Toch vind ik het nog steeds eng om met Pierce te schieten. Haal hem tegen, jongens. Ah. 11 punten voorsprong, 3 minuten, 2,5 minuten gaan. Oh no! Oh. Zonde. Oh, wat een mismatch. Tuurlijk gaat dat erin. Noah op Stephen Curry? Come on. No way, hij stuurt zwart twee keer achter elkaar daar. Kom op, Smith. Dankjewel. Wat een excellent performance van het veld voor hem. Bulls trail by 11. In to Noah. Oh! Hij geeft hem gewoon weg daar. Ah, dit is... Kom op, no! Anthony Bennett, alsjeblieft. Oh! Oké. Oké, wacht even. Even rustig. Hou die bal bij je, alsjeblieft. Oeh. We hebben een extra possession. Dan willen we dat nu natuurlijk niet wasten. Oh my god, Rose in één keer met steal na steal na steal na steal. Oh, and the end one. Waarom? Wat is dit, jongens? In één keer heeft Rose elke bal. Geen fouten meer, nee, echte steals. Nou, dan gaat er gewoon in, natuurlijk. Chicago leading by 8. Hij voelt zich nu heel goed met Rose waarschijnlijk. Oh. Ah, Pierce, waarom loop je door? In godsnaam. Doe normaal, vriend. Kevin Love. Met de 3. We blijven in ieder geval nog afstand houden. Maar hij zet behoorlijk veel druk. Unless they make some rotations and closeouts defensively, there's more to come, Clark. Dang, kicks to Boozer. Butler. Oh, met de steal. Peers, ga met die banaan. Duncan. 1 minuut te gaan, 13 punten verschil. Ik denk dat we dit in de boeken hebben. We hebben een overwinning erbij. Wauw. Dat is wel heel... Volgens mij geeft hij het op of zo. Geen idee. Ah, dit is makkelijk. You snooze, you lose. Ik denk dat hij het opgeeft. Hij weet dat hij niet meer genoeg punten gaat halen om te winnen. Niet als hij ook nog eens blijft missen. We nemen de tijd. We nemen wasting clock. Dan gaat hij fouten maken. Oké. Okay. Oh, damn, son. Het is niet de bedoeling dat je mist. Niet dat het uitmaakt. We hebben de winst binnen, jongens. We hebben de winst binnen. Ook al gaat hij nou nog scoren, dat maakt nou eigenlijk helemaal niet meer uit. Hij mist. Oh, en de blok. Ah, ik ben sportief. Ik ga gewoon de klok uit laten lopen. Wauw, ik ben sportief, man. Ik ga niet nog een extra punt schieten. We hebben de winst. Dan zijn er nog 1 winst verwijderd om naar de volgende seed te gaan. Maar het was lachen om tegen de Chicago Bulls te spelen. Dat was echt gewoon de Chicago Bulls. Het bankteam was van de Bulls. De starters waren van de Bulls. Het was leuk. En het was niet zo'n cheeser, weet je. Hij speelde normaal. Dit was een leuke wedstrijd naar mijn mening. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Ik zou zeggen, drop die like ook voor de steun. Deel het. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Jordan Player of the Game is Stephen Curry. Dat gaan we gewoon even kijken. Waarom niet? Ik laat dit erop staan. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters.
glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future